Voorzitter, uh, ik heb zes zussen en die dragen allemaal een hoofddoek. En dat doen ze met trots. En, voorzitter, die oudste van mij dat is wel een kanjer. Dat zijn ze allemaal, maar zeker die oudste. Naast de zorg voor vijf kinderen werkt ze in de apotheek en de laatste twee jaar in het uh, ziekenhuis. Groot ziekenhuis draait veel dubbele diensten. Dus ik vind dat mooi. Maar ze vertelde me wel dat elke keer dat als er in die Tweede Kamer gesproken wordt over mensen met een hoofddoek, dat ze daar altijd last van had. Want het gebeurde nog wel eens dat een klant. In de rij stond en daar iets van riep. En een tijdje geleden vertelde ze me dat er een klant in de rij stond en die snauwde haar toe: Ik wil niet geholpen worden door een hoofddoek. En ze schrok, ze keek hem recht in zijn ogen aan, want mijn zus was wel een baas, dus die redt zich wel. En ze zei: Meneer de Jong, het is al de zoveelste keer dat u uw bloeddruk kunt halen. dat u medicijnen komt halen voor uw bloeddruk. Als ik u iets had willen aandoen, had u hier al lang niet meer gestaan. Zal ik nou gauw uw medicijnen pakken? Want anders is er vrees ik niemand die u gaat helpen. Dat gaat zo in Rotterdam. Kortaf, gewoon je werk doen. En u merkt het ze redt zich wel, voorzitter, maar het, het raakte me wel. en uh, Het kwam wel dichtbij. En ik dacht, hoe zouden nou veel vrouwen met een hoofddoek hebben geluisterd naar het debat van vanmorgen? Wetende dat woorden ertoe doen. En hoe zouden nou die 1,4 miljoen mensen met een dubbele nationaliteit gekeken hebben naar hun kamer? Waarin ze voor de zoveelste keer verdacht werden gemaakt? En voorzitter. Dat bleef me bij. En ik was zelf niet, niet, niet heel tevreden, niet heel trots. Ik vond het een lelijk debat. En ik denk: kunnen we dat nou ook anders doen? Ik blijf daarmee worstelen en ik nodig de collega's uit om daar ook eens af en toe op te reflecteren. En voorzitter, ik dacht ook: hoe zouden die groep van 150.000 mensen, kinderen en ouderen die vernield werden in de toeslagenmisdaad dit debat hebben ervaren. Want het is eigenlijk ook wel een jubileum. Een, een in ieder geval een jaar en drie dagen geleden moest het kabinet Rutte aftreden vanwege ongekend onrecht. En ik vroeg me af, hoe zou het met al die mensen zijn? Want vandaag maken de hoofdrolspelers Rutte en Kaag een doorstart naar Rutte 4. En het is wel pijnlijk, voorzitter, alsof er voor hun niet zoveel is veranderd. Maar voor al die ouders en kinderen is het, voor velen althans, wachten op hulp. Maar hoe zouden al die Nederlanders die dagelijks lijden onder het woningtekort vandaag gekeken hebben naar de regeringsverklaring? Nou, Rutte, die al twaalf jaar lang met bewust beleid een woningcrisis heeft veroorzaakt, voorzitter, die zijn weerga niet kent. En er is bijna elk jaar sinds ik in de Kamer zit gewezen op die omstandigheden. En vanmorgen vertelde hij dat hij gaat zorgen voor voldoende en betaalbare woningen, voorzitter. Hoe zou het zijn met al die mensen die kapot zijn gemaakt... Door het keiharde beleid in de participatiewet. Dat als je boodschappen krijgt van je moeder of van je broer dat je dan gekort wordt, dat je al het geld wat je krijgt als uitkering terug moet geven. Hoe zou het zijn, voorzitter, met al die mensen die in onzekerheid zijn door die doorgeslaagde flexibilisering op die arbeidsmarkt? De mensen die door de politiek al jaren in de steek zijn gelaten. Zo'n 4 miljoen mensen zijn de verliezers van de marktwerking, van de BV Nederland, voor wie ons land voorzitter, geen gaaf land is, maar meer een vernederland. Zij moeten leidzaam toekijken hoe Rutte als een soort politieke chameleon elke keer weer een gedaantewisseling ondergaat. En ik vraag mij af, voorzitter, wat brengt dit regeerakkoord voor deze groepen mensen? Krijgen zij eindelijk een eerlijke deel van de welvaart. En voorzitter, hebben Nederlanders nou vertrouwen in dit kabinet? De theoloog en filosoof Martin Buber die schreef al lang geleden: De mens die in crisis verkeert, vertrouwt vaak niet meer op een gesprek, omdat de belangrijkste voorwaarde daartoe het vertrouwen voor hem is verdwenen. Twaalf jaar lang Rutte. En met name zijn gedrag het laatste jaar heeft ervoor gezorgd dat nog maar 3 op de 10 Nederlanders dit kabinet vertrouwen. En dat is ook de kern van dit debat van vandaag. Hoe kunnen onze leiders daar zitten, terwijl zeven op de tien Nederlanders geen vertrouwen in hen heeft? En wat gaat dit kabinet doen om dat vertrouwen te herstellen? En is dat eigenlijk nog wel realistisch, als je ziet dat maar 1 op de vier Nederlanders dit kabinet de rit ziet uitzitten? En in alle eerlijkheid, ook ik ben een van die Nederlanders die zegt, wat daar ook gezegd wordt, wat ze ook beloven, ik vertrouw het gewoon niet. En vind je het gek, voorzitter, ook ik ben jaren in dit huis tegengewerkt, voorgelogen. En dat heeft het eervolle en prachtige werk van volksvertegenwoordiger erg bemoeilijkt. En we hebben nu die belofte van een nieuwe manier van werken, van wel eerlijk informeren, van transparant zijn. Maar voorzitter, er zijn nog veel meer groepen die wantrouwig zijn. Neem nou de studenten. Die worden opgezadeld met 20.000 euro studieschuld. Zeven jaar lang hebben politieke partijen in dit huis dat leenstelsel verdedigd. En ik heb er tegen gestreden vanaf 2016. Zeven jaar lang kregen jongeren van D66 en andere partijen te horen die 20.000 euro dat is goed. En pas nu: net zoals met de wooncrisis, nu de gevolgen van dat stelsel pijnlijk zichtbaar worden omdat onze jongeren lijden aan stress, depressie en burn-out. Pas nu na zeven jaar is er eindelijk ruimte om dat leenstelsel af te schaffen. Maar dan wel pas over twee jaar en met een karige compensatie. Want voor die slachtoffers van dat schuldenstelsel wordt een karige fooi van 1 miljard euro beschikbaar gesteld. En er is 12 miljard euro over hun ruggen bezuinigd. En voorzitter, tegen alle afspraken in gaat die 20.000 euro studieschuld ook nog meetellen als je een hypotheek wil. En ik snap dat jongeren geen vertrouwen hebben in Kaag en Rutte. We nemen de mensen die lijden onder de wooncrisis. Mensen die hun huur niet kunnen betalen. Die hun nog thuis wonen omdat de huizen te duur zijn of omdat ze opgesloten zitten in een te kleine woning. Die hebben jarenlang van de politieke partijen uit de coalitie uit de vorige moeten horen. We gaan geen huurbescherming invoeren. We gaan die verhuurdersheffing niet afschaffen. En pas nu na zeven jaar, nu er miljarden miljarden zijn afgetroggeld van mensen sociale huurwoningen. Pas nu is er ruimte om die verhuurdersheffing af te schaffen. En voorzitter, waarom pas ingrijpen als het te laat is? Waarom de put. Dempen als het kalf bijna verdronken is. En het CDA, de VVD, T66 en de ChristenUnie hebben de afgelopen vier jaar zo weinig gedaan dat er een ongekende wooncrisis ontstaat. Voorzitter, de VVD heeft de sociale huurwoning in de uitverkoop gegooid aan buitenlandse springhaanbeleggers met maar één doel: geld. Para, vloes. Doekoe. Jarenlang die woningmarkt in de ellende geholpen. En ik snap, voorzitter. Dat Nederlanders die lijden onder die wooncrisis, die hebben geen vertrouwen in Kaag en Rutte. Maar voorzitter, je zult maar een pensioneer zijn. Iemand die dit land heeft helpen opbouwen. een van onze ouderen. Want als er nou één groep is die in de afgelopen tien jaar totaal is verwaarloosd, dan zijn het onze ouderen. Want elk jaar weer, bij elke begroting, moesten de Nederlandse ouderen leidzaam toezien hoe ze er in koopkracht op achteruit gingen. Ze moesten toekijken hoe hun pensioen niet werd geïndexeerd. Ze moesten toekijken hoe het leven van een AOW steeds minder mogelijk bleek. En ze moesten toekijken hoe door snoeihard VVD-beleid ze werden gekort als ze bij hun kinderen gingen wonen. En voorzitter, we kennen de verhalen in de verzorgingstehuizen over pyjamadagen, omdat er onvoldoende geld was om onze ouderen te wassen en te kleden. En ze worden weergepakt, voorzitter. Het is voor denk onacceptabel dat de koppeling tussen de AOW en de minimumloon wordt losgelaten. Hoe je omgaat met ouderen is een teken van beschaving. Dat was de basis voor de koppeling in 1980. En voorzitter, dan worden de ouderen ook nog eens afgeschept met een verhoging van de ouderenkorting die volgens het CPB de meest kwetsbare groepen, namelijk de groepen met een heel laag inkomen, die gaat dat niet helpen. Wat nou, de ouderen worden gecompenseerd? Voorzitter, het is niet waar. 800.000 mensen worden niet gecompenseerd. En ik snap het donders goed dat je als Nederlandse ouderen dan geen vertrouwen meer hebt in Kaag en Rutte. Voorzitter, neem de mensen die in de zorg werken. Mensen die in de afgelopen jaren hier tranentrekkende verhalen in deze Kamer moesten horen van partijen die hun waardering uitspraken. Ze werden helden genoemd. En ze hebben gezien hoe er geklapt is in deze Kamer. En nu besluit deze coalitie om doodleuk 4,5 miljard te gaan bezuinigen op de zorg. Ja, voorzitter, dat heet gewoon bezuinigen. Je kunt het noemen wat je wil, je kunt je in allerlei bochten wringen met allerlei haagsjargon, maar een bezuiniging is een bezuiniging. Als geld dat normaal naar de zorg zou gaan niet meer naar de zorg gaat, dan heet dat een bezuiniging. En voorzitter, de bezettingsnorm in de verpleeghuizen wordt losgelaten. Dat betekent gewoon minder handen aan het bed. En je zou toch zeggen dat we iets hebben geleerd, ...van de coronacrisis, dat we moeten investeren in onze zorg, in onze IC. En we kunnen het toch niet maken, voorzitter. Het is toch geen beschaving als mensen het ziekenhuis moeten mijden... ...omdat ze kosten moeten maken. Wat we zien is dat het torenhoge eigen risico van 385 euro gewoon in stand blijft. Dat is net als vier jaar geleden weer ingeleverd door het CDA en de ChristenUnie. En voorzitter, ik snap het heel goed, heel goed... ...dat je als zorgmedewerker dan geen vertrouwen hebt... In Kaag en Rutte. En je zou maar een Nederlander zijn die gediscrimineerd wordt. Voorzitter, ik zie geweldige voornemens. Ik hoorde de heer Rutte, en ik wist niet, want ik hoorde dat hij een einde wil maken aan de stagemarktdiscriminatie en de woningmarktdiscriminatie. 92% van de makelaars is bereid te discrimineren. En ik sprak daar schande van, al drie jaar geleden. En het is goed dat politici warme woorden spreken. Maar ik denk ook terug aan een, aan een ontmoeting met de heer Donner. En van hem leerde ik: geloof niet mijn woorden, maar kijk naar mijn begroting. En als je naar die begroting kijkt, dan kom je bedrogen uit. Er wordt geen geld uitgetrokken voor discriminatiebestrijding. Er wordt een half miljoen euro uitgetrokken, schamel, als bureaukosten. En ik snap dat Donners goed, dat mensen die gediscrimineerd worden, dat die daar geen vertrouwen in hebben. Dat die zeggen eerst zien, dan geloven. En voorzitter, hoe moeten Nederlanders nou vertrouwen hebben in een coalitie en een kabinet dat de pot loopt te verteren op een manier die ik nog nooit gezien heb in deze Kamer? Want dit coalitieakkoord is in financieel opzicht het meest wonderlijke dat er ooit verschenen is. De coalitiepartijen beloofden in hun verkiezingsprogramma's zo gemiddeld 7,8 miljard euro extra over overheidsuitgaven in 2025. En voorzitter, hoe dat dan gegaan is, dat weet ik niet maar ineens wordt dat 29 miljard en gelukkig zegt het cpb die 3 miljard dat vinden we niet geloofwaardig we rekenen met 26 want in plaats van uitruilen heeft er een wonderbaarlijke vermenigvuldiging plaatsgevonden en hoezo is dat dan een compromis voorzitter als de een 4 wil en de ander 8 dan kom je toch niet uit op 26 dat, dat, dat is toch vreemd heel veel uitgaven voorzitter zonder dekking en momenteel bedraagt de staatsschuld 30.000 euro per Nederlander. En de coalitie die gaat er met dit beleid ervoor zorgen dat iedere inwoner van Nederland straks opgescheept zit met een schuld van meer dan 100.000 euro. En het CDA schreef gratis geld bestaat niet in hun verkiezingsprogramma. We moeten elke euro ooit terugbetalen. Voorzitter, ik geloof dat dit kabinet echt denkt dat gratis geld bestaat. Al die Nederlanders die te maken hebben met hoge lasten, met de stijgende boodschappenprijzen, met de energierekening die niet te betalen is, die Nederlanders kijken rijkhuisend uit toen ze de belofte van de coalitie horen dat iedereen erop vooruit zou moeten gaan. Ik hoorde net een collega hier zeggen van de coalitie, ik geloof dat de heer Herma was, gemiddeld gaat iedereen erop vooruit. En ik dacht, dat, dat, dat kan natuurlijk niet. Je kunt niet gemiddeld iedereen kan niet gemiddeld erop vooruit gaan. Of je gaat er gemiddeld op vooruit, of iedereen gaat erop vooruit. Maar gemiddeld gaat iedereen erop vooruit, vind ik ingewikkeld. En ik zou graag willen weten, want ik dacht dat ik mevrouw Hermans hoorde zeggen: iedereen gaat erop vooruit. En dat lijkt me echt ook ingewikkeld. Dus ik zou dat graag nog, nog willen weten, maar dat is dan een soort omgekeerde interruptie. Nou, het is toch wel een gekke dag. Dus, uh... Voorzitter, dit kabinet kreeg het voor elkaar om met de nieuwe berekening echt elke groep Nederlanders en collega Omtzigt zei het al, alle 116 erop achteruit te laten gaan. Dat is volgens mij nog nooit gelukt in die vijf jaar dat ik woordvoerder financiën ben en in deze Kamer heb deelgenomen. En ik snap het, voorzitter. Als je dat ziet, als je dat financieel beleid, dat verantwoord begrotingsbeleid zou moeten zijn, als je dat ziet, dat je dan geen vertrouwen hebt in Kaag en Rutte. En het is natuurlijk beschamend, voorzitter. Het is beschamend dat mensen hebben moeten lijden onder het leenstelsel, de verhuurdersheffing, de verwaarlozing van het kookkracht. Mensen hebben daar geen vertrouwen in, voorzitter. Voorzitter, tot slot, als lid van de constructieve oppositie, ik heb mezelf maar daartoe benoemd, als positieve kracht in deze Kamer zal ik namens Denkt waar de plannen goed zijn steunen en constructieve voorstellen doen om ze nog beter te maken. Maar waar de plannen slecht zijn, zal Denk met volle overtuiging een alternatief bieden. En we zullen strijden voor een eerlijker en rechtvaardiger Nederland. Dank u wel.